Nou, precies hoe dat eruit zag, dat Hotel Nassau. Nou, daar was natuurlijk zon overgoten en Joyce Witte ging eventjes die kant uit om de wateren te testen. Deze locatie is nieuw hier met een podium. Hoe vindt u het hier zo? Ruim. Mooi. Mooi uitzicht. Leuke dansers erbij. Ja, goed idee. Wij kwamen al toen ze nog in het turfschip zaten met het jazzconcours. Met onze kinderen en vrienden, de hele meute. En we kampeerden bij een boer in Ulvenhout met de hele club. Ontzettend gezellig. Dus zodoende. En nog steeds volhouden, maar nu met een lekker bankje er ook bij. Ja. Hoe vindt u het hier bij de band onder leiding van Joep Peters? Ja, het zwingt wel. Maar we kennen Joep natuurlijk ook van 40 jaar geleden. En dan is hij wel 40 jaar ouder, laat ik het zo maar zeggen. Mag ik het zo bij laten? En bent u speciaal wel hier naartoe gegaan, naar deze plek nu voor deze band? Of bent u gewoon, maakt het niet uit? Nee, we dachten dat het de Original Victoria Jazz Band was. Maar het was een andere band. En toen bleven we hangen. Ja. Dat is een band die al bijna een eeuw meegaat. Nou, Breda Jazz, die tikt volgend jaar gewoon het gouden jubileum aan. Breda Nu.